Hoe haagwolken creëren in SketchUp. Hoi, ik ben Peter van SketchUp 3D en Masters in SketchUp. Het is een vraag die we meerdere keren hebben gekregen de laatste tijd. Is hoe maak je mooie haagwolken in SketchUp? Nu, hier is een belangrijke vraag. Hè. Hoe correct wil je het? En ben je bereid hiervoor een plugin te gebruiken? Want zonder dat gaat het vrij moeilijk worden. Nu, voor deze oefening ga ik even een voorbeeldplantje gebruiken. Hoe en wat is niet zo belangrijk. Het gaat om het principe. Dus stel, hier hebben we een haag, wolken, haag beter gezegd. En wat je eigenlijk wil is dat die golft. En stel dat er een haag of een muur achter staat. Het is niet dat de haag dit gaat doen, maar we gaan zorgen dat die dit doet. Dat is eigenlijk nog een beetje moeilijker. Dus we gaan verschillende stapjes nodig hebben. Nu, laten we ervan uitgaan dat die bijvoorbeeld 10 meter is. Dus ik ga even het model resizen. Ik ga even een makkelijkheid al leren. Gazon aanmaken. En hier ook een gazonnetje vlak voor tekenen. Dit gaan we reversen. Dat gaan we groep stoppen. Dat gaan we een gras textuurtje geven. Dat is strak alleen maar nodig om onze rendering die we gaan maken in Lumion mooier te maken. Waarschijnlijk is dat de tweede video van deze video. Video's mogen niet langer zijn dan 10 minuten op LinkedIn. Dus daarom moeten we soms splitsen. Dus dat is mijn gras. Ik wil een haag er rond, een soort hoek. Dus stijl. Ik ben echt wat ziek bezig, maar. En onze haag is 2 meter. Dus hier krijgen we onze haagwolk die eigenlijk stopt in de bogen tegen deze haag. Alright, dan hebben we een layer wolk nodig. Ik ga actief zetten, deze twee mogen uit, zodat ik een vorm zie. Nu, de kans is groot dat je denkt, oké, laat ons starten met arcjes en dan gaan we deze wolk overtekenen. Wat je misschien gedaan hebt. Maar op die manier gaan we het niet doen, we gaan het net iets anders doen. Ik ga eigenlijk een ruwe vorm met rechte lijntjes steken die in grote mate de curve van de wolk die je ziet volgt. Nu, dat hoeft helemaal niet precies te zijn, want je gaat straks zien dat je toch aanpassen. Nu zit ik eigenlijk tegen mijn haag van 2 meter, maar ik weet dat mijn bol eigenlijk moet doorlopen, dus wat ga ik dan doen? Visueel denken dat eigenlijk mijn haagvorm op deze manier zou doorlopen. Nu, de kat op de koord is, ik heb mij laten verleiden om mijn ogen te geloven, is natuurlijk te zorgen dat deze lijnen een vlak vormen. Nu, stap 1. Stap 2 is dan push-pull. Maar dan heb je mijn haag eigenlijk even overal even hoog. Dat ga ik niet doen. Wat ik nu ga doen, is zeggen, oké, hier heb ik een deel wat een bepaalde hoogte heeft. Dan heb ik die deel dat eigenlijk de lage kant is, of zonk is. En dit stukje is dan nog weer hoger. Hier hebben we een stukje lager en dit gaat dan weer hoger. Dus wat ik eigenlijk ga doen is een soort van boxmodel maken van hoe mijn
laag loopt. Hier gaan we overspoelen met een plusje. Dus control op Windows op je Mac en stel 1,25 meter. Alright, dit gaan we 1 meter maken. Dit gaan we 1,40 meter maken. Dit gaan we 90 maken. En dit gaan we 30 maken. Dus ik heb al deze pushpots om de hoogte aan te geven. Dus ik begin al ergens te lijken. Alleen is het natuurlijk ver van rond. Nu, wat ga ik nog doen? Scale van dit vlak, dus het bovenste vlakje selecteer scale. En dan met controlling te houden op Windows op je Mac, ga ik dit vlak eigenlijk al soort niet rondmaken, want, maar wel afgeschaamd maken. En je gaat straks zien waarom dat we dat doen. Doen. En wat ik eigenlijk al op voorhand weet is dat ik wil dat deze stukjes eigenlijk een soort zonkje maken. Wat ik nu al kan doen is deze eigenlijk een pijltje naar boven, blauwe assen blokken, dit eigenlijk een klein beetje naar beneden brengen. Oké. Nu, hier zie je iets dat best wel handig is. Als je niet selecteert, hè, dan kan je een punt selecteren in SketchUp met de move tool. En dan gaan we dit puntje al een beetje naar binnen brengen. Het zou kunnen zijn dat je nu aan een video denkt en kijkt en denkt wat beter, een beetje snel. Wel, dit moet je eerst 10 keer oefenen voor je dit goed krijgt. Ja. Dus de eerste keer gaat dat ver van oké zijn, heel waarschijnlijk. Dus dit moet je oefenen. Ja. Nu hebben we de basisvorm. Die gaan we tot een groep maken. En om nu de volgende stap te doen, hebben we een plugin nodig. Dus er bestaan verschillende oplossingen. Een aantal plugins die van vierkante objecten een ronde kunnen maken. Alleen is het zo dat er maar één plugin is die dit goed doet. Juist doet, zonder te veel effort doet. Dat is Artisan, maar Artisan is wel een betalende plugin. En daarvoor is de investering €39 exclusief BTW, dus waarschijnlijk is dat wat te doen. Nu, die plugin is niet alleen geschikt om wolkhagen van te maken, maar die plugin is ook geschikt om terreinen te sculpten. Plugin zelf heeft Sandbox, biedt een paar opties, maar het voordeel met Artisan is dat je gewoon veel meer controle, veel preciezere controle hebt. Dus Artisan kan je zelf eerst 2 weken proberen. Je gaat gewoon naar Extension Warehouse, zoekt op Artisan. Er is er maar één, dus. Dus Artisan Organic Toolset. En moet je ingelogd zijn met je Google of Trimble account. Je doet install en dan kan je 2 weken normaal gratis testen. Kijk deze video's ook even om te zien wat is allemaal mogelijk. Want er is veel meer mogelijk dan wat ik jullie in de video laat zien. Want je vraagt je soms af hoe krijg ik in SketchUp in godsnaam zoiets gemaakt. Maar wat we eigenlijk doen is een boxed model tekenen en daar dan installation op loslaten, zodat we er een ronde vorm van krijgen. Niet anders dan we met onze haar moeten doen. Dus dat voor deel 1 van deze video serie. In die zin, oefen met die vormen te tekenen en installeer op Artisan om te testen. Kun je Artisan aankopen, dat kan via ons ook. Dat is ook een plugin die wij aanbieden. Ik zal een link plaatsen in de beschrijving van de video. Vond je dit alvast een nuttige video? Graag een duimpje of een likeje. Zie je deze video op YouTube, Facebook, Pinterest of nog ergens anders. Boven deze video vind je ook een link naar ons YouTube kanaal. Abonneer je daar op ons kanaal, klik op het belletje. En op die manier krijg je een melding wanneer wij onze dagelijkse SketchUp-tip uit hebben. Tot in de volgende video.